Ja, het mag wel, maar dan lukt het alsnog niet. Hier kan ik helemaal niks mee. Oh, waarom nou? Echt. Joehoe. Bent u daar? Goedemorgen, het is donderdag. En wij zijn klaar voor school. En ik ga naar school bij me spelen. Ja, ze neemt een vriendinnetje mee naar school. Die zou heel lang komen spelen, hè? Ja. En nu eindelijk is het gelukt om af te spreken. Je bent wel één keer daar al gaan spelen, dat wel. Nee, meerdere keren. Nee, dat was de kinderfeestje. Eén keer buiten spelen. Eén keer met dat water. Dat je lekker in het waterbadje ging. Schat, die keer hoorde bij elkaar dat jullie in het waterbadje waren geweest. En zijn jullie daarna naar de speeltuin geweest. Je bent twee keer op de kinderfeestje geweest, maar zij is ook twee keer hier thuis geweest op jouw kinderfeestje. Dus ze is hier wel thuis geweest, maar dat jullie echt een playdate hebben, hier, is voor het eerst. En je bent één keer bij haar geweest, omdat het gewoon elke keer niet lukt met plannen. En deze hebben we ook al best wel lang vooruit gepland, hè? Een maand geleden hebben we de datum al gepland, zodat het zou lukken. Ja. Ja. Want anders lukte het elke keer niet. Dus toen heb ik gezegd, zullen we hem gewoon vooruit plannen? Want anders blijven we tegen die meiden zeggen, ja het mag wel, maar nu lukt het alsnog niet. Ik heb weer een pakketje binnengekregen. En ik denk dat dit die vervolgbakken zijn die ik voor Sarah de speelgoed heb besteld. Waarom ik de camera niet neerzet, weet ik ook niet. Oké, dit is veel logischer. Dan ga ik ze dan niet achter elkaar in elkaar zetten, daar heb ik even geen zin in. Ik doe dan elke keer gewoon... één of twee bakken en die doe ik er dan gelijk bovenaan vastmaken. Ja, dat zijn het inderdaad. Je krijgt zulke pakketten. De ene zijn de vakken en de andere zijn de kaartjes. Alleen, dit klopt niet. Ah, dit meen je niet. Het pakket klopt niet. Er zitten geen laders in en geen steentjes in. Dus nu heb ik alleen die vakken zonder laders. Waarom? Want ik heb echt exact dezelfde die ik al had besteld en aangeklikt. Dus ik heb ook niet opnieuw opgezocht. Ik heb echt aangeklikt van deze had ik, deze nogmaals. Hier kan ik helemaal niks mee. Oh, waarom nou? Echt. Dit is zo hatelijk. Die zit nou anders uit de kanaat of lijkt dat alleen maar zo? Ze zien er ook klein. Dit zijn. Oh, deze kan je aan twee kanten. Maar dit is helemaal niet wat ik besteld heb. Hier, ja, leuk. Ik ga er even contact even opnemen. Ik heb even een shirtje eronder aangedaan, want ik vind het echt heel koud. Maar goed, ik ben ook wel echt een kouklim. Het valt best mee buiten. Zeker voor de tijd van het jaar. Maar goed. Ik heb een klacht ingediend. In ieder geval aangeeft bij de klantservice dat het product niet klopt. Maar het kon 2 tot 3 werkdagen duren voordat ik daar reactie op krijg. En het is donderdag, dus ik hoop begin volgende week wat te weten. Maar ik bouw je wel van, want het duurt best wel een tijd voor het binnen is. Maar goed, even afwachten dus. En nu moet ik echt even een heleboel dingen gaan regelen. En daar gaan jullie binnenkort meer over zien. Maar ik moet dat echt nu even doen, want nu heb ik echt even de tijd dat ik alleen ben en dat Sarah er niet is. Dus eerst dat allemaal af en daarna ben ik weer terug. Heel veel geregeld, ondertussen ook nog wel een beetje huishouden en zo gedaan. Wasjes gedraaid en nu staat er weer in te draaien, dat is de derde. En gewoon schone was opgeruimd, allemaal dat soort dingen. En voor nu alles geregeld wat ik voor nu kon doen. Maar daar vertel ik meer over. Ik denk dat ik het zaterdag allemaal vertel. En ondertussen is het al tijd om naar school te moeten. Echt, de tijd vliegt zo als je bezig bent. Echt niet normaal. En ik ga Sarah ophalen. En die neemt een vriendinnetje mee. Dus ja, dan kan ik niet heel erg veel filmen. Want ik zet ze nooit zomaar in beeld. Voor degenen die dat nog niet wisten. Iedereen die langer kijkt, die weet natuurlijk wel dat ik dat...
echt niet zomaar doe. De enige kinderen die in beeld komen zijn kinderen van wie ik echt nadrukkelijk toestemming heb van de ouders dat ze in beeld mogen. Maar goed, ik ga nu de fiets op naar school. Als het goed is, is Sarah een vriendinnetje op de fiets. Dus dan kan die voor mij fietsen. Sarah is niet op de fiets. En dan kunnen nu maar even spelen. Ze hebben ook niet super lang. Ze hebben echt een uurtje, anderhalf. Eer dat dat voorbij is. Want dan is het natuurlijk wel iets tijd. Maar goed, ik ga fietsen op. Sarah's vriendinnetje is naar huis. En Nadine kwam ook even met de kindjes. Dus dat was echt heel gezellig. En we hebben dus echt weer gewoon het hele Lego pretpark naar beneden gehaald. Dus de eettafel staat nu weer vol. Dus ik ga even kijken of ik dat zo nog naar boven kan krijgen voor het eten. Of hoe we dat anders gaan doen. Maar dat zien we zo. Oh, misschien zit die grote achtbaan, Sarah. Nou, op die krat waar we het van mijn oma in mee hebben genomen. Hoor je mij? Of zit jij te diep in het week? Maar dat ik hem dichtgevouwen hou. Want dan is het natuurlijk een soort dienblad. Dat is misschien wel een idee, hè? Dan zaten we hem dan naar boven gaan krijgen. Maar opeens ging er een lichtje branden. En nu snel het eten klaarzetten. Normaal doe ik dat 's middags. Maar op de een of andere manier. Nadien kwam onverwachts naar school gelijk. En ze had een vriendinnetje was er en de kindjes. Dus dat was niet meer gelukt. Dus nu even snel. Maar ik kom zo ook thuis. Dus dan kunnen we wel weer iets meer. We gaan lekker rotti eten. We gaan lekker rotti eten. Joehoe. Bent u daar? Juffrouw Rotti. Zie je me nou voor de gekte? Oh, een beetje gekke blikken. Sarah ligt op bed. Marcus nog even de deur uit. En ik ga een stukje Velvet kijken. En even editen. Maar ik had nog geen zin om gelijk te editen. Dus ik had hem klaargezet. En toen had ik echt zoiets. Ja, ik heb er gewoon nu geen zin in. Dus ik ga eerst Velvet kijken en mijn thee lekker drinken. En dan kijk ik daarna wel weer verder. Marco en ik hebben net nog wat dingetjes verder geregeld die we moesten doen. Dus het is ondertussen al wat later. En ik ben aan het opruimen, want ik wil naar bed. En ik wil altijd de kamer dan netjes hebben. Alleen, de hele tafel staat echt gewoon nog vol. Sarah en ik hebben wel een heel gedeelte al naar boven gebracht. Maar er staat nog zo verschrikkelijk veel Lego. Dus ik moet zo echt even kijken of ik hier vast een stuk van naar boven kan brengen. Dat is echt nog wel een paar keer lopen, is dat ik dat weg heb. Want ja, je kan niet alles natuurlijk onbeperkt op je handen dragen. Dat werkt niet zo goed. Want dan valt de Lego allemaal uit elkaar. Maar ja, ik ga dus even meenemen naar boven wat ik naar boven mee kan nemen. En dan ga ik lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!